Ja, de West-Vlamingen zijn gewoon bij. Ja. Ze kunnen niet genoeg aandacht krijgen. Voilà. Je zit er veel vrij goed in. Ja, absoluut zeer weten, want ik heb het zien door de bit niet over. Jonas Lips van Brugge op de Vrije Smarte Gent. Jonas, wat doe je hier? Ik ben hier vandaag voor KW Kaapt Gent. We hebben eigenlijk gewoon een camera in ons handen gekregen en we moesten voxpops gaan afleggen in de straat. Vrij tof. En de bedoeling is dat we daar iets moois van maken, voor de krant van West-Vlaanderen. En waarom vind je dat belangrijk om KW ook in Gent te promoten? Oh ja, er zijn sowieso veel West-Vlamingen in Gent. Bijna 1 op 10 Gentners en West-Vlaamse roots. En ja, de West-Vlamingen zijn gewoon bij. Ze kunnen niet genoeg aandacht krijgen. Voilà. Nick, je studeerde Gent. Waarom Gent? Vertel me dat een keer. Goh ja, nou, ik ben eigenlijk een beetje meeloper daarin. Veel van mijn maten van in Brugge kwamen naar hier in Gent studeren. En ik zei, ja, ik kan dat dan ook moeten doen, van Leuven is lekker zo ver. En in Kortrijk is het zo een beetje semi-studeren, semi-niet studeren en zo, vind ik. Dus Gent leeft ook gewoon. Het zit niet veel West-Vlaming, het zit niet veel maten van me. En, dus je bent wel content dat je hier zit uiteindelijk? Ja, zeer. Ik weet me niet echt. Ja. Ik kan me echt amuseren, zowel overdag als s'avonds. Het is hier altijd wat te doen. Dat is bare, zo moet dat zien. Het is een bruisende stad, het is jong. Ik vind dat vrij belangrijk. Zeker omdat ik van Brugge ben. En daar is het echt, het is 6 uur op de horloge en dan is de deuren dicht. De stad is gesloten, net een museum en zo. En dan in Gent, ja, dat wordt de tweede keer wat. Dat is geestig voor hier te zien. Ja. Ik kan het niet anders uitleggen. Jij bent lid geworden van KW Kaapt Gent. Waarom doe je mee? Wel, de mensen zeggen vaak dat ze hun hart ergens verliezen. Maar ik laat mijn hart met veel plezier achter in West-Vlaanderen. Maar ik neem wel een stukje mee naar Gent omdat ik hier studeer. Oké. Heb je enige voorliefde voor het West-Vlaams? Zeker, zeker. Allee, ik vind dat machtig dat je gewoon mensen kan aanspreken en denken als je woorden kan gebruiken die ze zelf niet verstaan en dan gewoon een reactie te zien. Ik vind dat kan je een voorbeeld geven van zo'n woord? Bijvoorbeeld, je kan je stutten niet smeren met de fourchette. Ja, dat is daarvan. Wat zegt hij hem nu? Dus ik vind dat fantastisch. Ja. Oké, schitterend.